Voor de clash van de titel van de ploeg van stad moesten we afgelopen speeldag in Hoboken zijn waar Sascha zich mocht opmaken voor de komst van Handbal Merksem, die op speeldag 1 in de onderlinge confrontatie de meerder was en dus met de titel op zak kwam afgezakt naar Sporthal Zorgvliet. Het is de thuisploeg die het beste van start gaat en zo zien we ze uitlopen naar een 7-3. Het is een stevige pot handbal hier, waar Merksem terug de aansluiting kan vinden, zodat we de rust ingaan, ook hier weer met de minimale voorsprong voor de thuisploeg, de 15-14. In het begin van de tweede periode zien we beide teams beurtelings scoren, mede doordat er stevige bloks worden gezet, waar we het betere verdedigende werk kunnen zien. We gaan naar een 22-20. De kloof van 2 goals is er nu en wanneer Sascha een versnelling hoger schakelt, moet Merksem het onderspit delven en verliest het nog met 28-23. En mochten ze de titel van de ploeg van stad achterlaten in Hoboken, tot wanneer beide teams elkaar terug mogen bekampen. Ja, nieuwe. Het is nu 1-1, dus ik denk dat we nog misschien eens in de play-offs moeten uitmaken wie de echte ploeg van stad zal zijn. Maar ik denk dat ook het publiek wel een mooie wedstrijd heeft gezien. Het is natuurlijk leuk dat je de derby winnend afslaat, maar het was vooral nodig om die 2 punten te pakken vandaag. Ja, dat is kloten. Hè. Ik denk dat we de evenknie zijn van Sascha deze match. Maar dat we te weinig kansen afwerken. Zeker tegen het einde van de wedstrijd en daarop verliezen we het gewoon.